Jan Versteeg is geen presentator met torenhoge ambities. Hij vindt het wel prima om afleveringen te draaien van de ietwat belegen taalquiz Lingo. Vanwege wijzigingen in de programmering is dat programma dit seizoen niet op SBS 6, maar op Net 5 te zien. En daar scoort hij geen hoge, maar wel solide kijkcijfers. Langzaam ontpopt Jan zich tot een vaste waarde van Net 5. Het best scorende programma van de zender is sowieso Elke Dag Lingo. En dus ook gisteren, legt oud-SBS-bobo Tina Nijkamp uit. Ook in de commerciële doelgroep 20 tot 54 jaar de beste score met 6,7% marktaandeel. Hoe beoordeelt Tina die score? Geen klinkende cijfers, maar tja, de rest haalt de 5% niet is. Treurig. Lingo is dan ook nog steeds in januari geprogrammeerd samen met 50-50ste in de vooravond. Weet overigens niet of dat herhalingen zijn. Groot probleem blijft natuurlijk wel dat de quiz qua merk totaal niet klopt bij wat Net 5 was en is. Hoewel het WK voetbal in het omstreden Qatar nog steeds in volle gang is, werd er gisteren niet gevoetbald. Daardoor was NPO 1 plotseling niet meer de meest bekeken tv-zender op prime time. Dat was RTL 4 met 1,1 miljoen kijkers, 22% voor het perfecte plaatje. De nummers 2 en 3 waren SBS 6 de Oranje Winter met 984.000 kijkers, 23% en NPO 1 Scheef om je hersenen met 961.000 kijkers, 20%. Het valt Tina op dat de Oranje Winter ook op niet-speeldagen zo goed blijft scoren. Voetbal of geen voetbal, de Oranje Winter blijft scoren. Op nummer 8 in de top 25 en de best bekeken talkshow van de dag. De andere talkshows volgen op afstand, op 1 scoorde 779.000 kijkers, Bo had er 640.000 en HLF 8 slechts 334.000.
Thank you.